Onze doelstelling willen we bereiken doordat wij deelnemen in de vorm van sponsorship en plaatsnemen in paneldiscussies. Op deze manier kunnen wij een groter publiek in één keer bereiken en kunnen wij ook de interactie aangaan met belangrijke spelers in deze sector. We zien binnen de glastuinbouwsector dat er een grote digitale transitie bezig is. En als KPN zijn willen we daar graag aan bijdragen en de sector hiermee verder helpen. Allerlei bedrijven die actief zijn in alles wat met agri of met voedsel te maken heeft enzovoort, zijn natuurlijk ook gewoon klanten van ons. We zien dat daar de automatisering een enorme stap aan het nemen is. Ja, wij leveren allerlei producten die kunnen helpen om de klanten beter te maken, makkelijker te maken. Dus ik ben zeer benieuwd van wat ik hier allemaal aantref. Nou, we hebben het eigenlijk over heel veel verschillende zaken. Je noemde al digitalisering, je noemde de connectiviteit die we voor nodig hebben, sensoren, IoT, Internet of Things. Eigenlijk heeft dat allemaal mee te maken als je de connectiviteit niet hebt tussen een sensor en het dataplatform. Waarbij je ook nog analyse erop kunt doen, ja, dan kom je eigenlijk niet heel erg ver. Dit is zeker ook een platform om die partnerships te gaan maken, die ecosystemen te gaan maken. Maar het is ook om heel goed te kijken van weet je, waar ligt een bepaalde behoefte bij allerlei bedrijven. En of dat nou een groot of een klein bedrijf is, dan ben je heel snel een stap verder in de ontwikkeling. Ik denk dat een instantie zoals KPN een belangrijke platform kan zijn voor verschillende organisaties. De sector die gaat steeds meer richting oude groene vingers in combinatie met technologie en interpretatie daarvan. Dus hoe meer men blootgesteld is aan data, hoe beter hij ook beslissingen kan nemen. En dat is denk ik ook de moderne manier van telen. Je hebt wel een overkoepelende organisatie nodig die iedereen bij elkaar kan verbinden. En dat is wel de meerwaarde wat zo'n instantie zoals KPN kan bieden. Vooral een glastuinbouw en bedrijven gerelateerd aan de glastuinbouw. We kijken erg positief terug op onze deelname aan de GreenTech. Door plaats te nemen in paneldiscussies over autonome technologie en data, hebben wij goed kunnen overdragen wat onze technologische visie is op deze vraagstukken. En we hebben een zeer groot publiek kunnen bereiken en de interactie kunnen aangaan met belangrijke spelers in de sector. Na de beurs hebben wij ook van veel partijen te horen gekregen dat zij positief verrast waren door onze betrokkenheid bij de sector. Onze aanwezigheid op de GreenTech is zeer waardevol gebleken. Wij kijken erg ernaar uit om volgend jaar weer deel te nemen aan de GreenTech en nog meer mensen uit de glastuinbouw te ontmoeten.